Kijk. Dit is het. Een handje per dag moest ik doen. Kijk eens. Terwijl de andere Michiel nog even de afwasmachine aan het inruimen is. Wat schrijf je eigenlijk allemaal op in dat boekje? Ja, dat zijn aantekeningen van de sessies waar ik naartoe ga. Dat helpt mij een beetje te ordenen. Het is allemaal niet zo heel bijzonder, maar... Wat staat erin bij gisteren? Wat is je opgevallen? Nou, ik ben bij twee sessies geweest waar de politiek nogal een grote rol speelde. Het eentje was met de uitgever van de New York Times. En de andere was met Mark Cuban, hier een hele bekende ondernemer die ook politieke aspiraties heeft. En dat werd natuurlijk, ik ervoer het een beetje als een soort publieke therapie. Voor de Amerikanen hier is het een heel merkwaardige, onrustbarende situatie dat ze met die president zitten. En voor die man van de New York Times, dat was natuurlijk een heel concreet iets. Dat is dat hij zich vreselijk op de huid gezeten voelt. En probeert om een modus te vinden om daar als medium mee om te gaan. Maar beiden gingen uitgebreid in op de politieke situatie. Het valt me eigenlijk wel op dat politieke thema echt dwars door het hele festival heen loopt. Hè? Ja, het komt ook op allerlei gekke plekken komt het onverwacht of impliciet langs. Maar bij deze beide sessies was het ook echt heel nadrukkelijk op de agenda. Maar het is inderdaad, volgens mij zweeft het door de gangen. Het spook Trump, als je het zo mag noemen. Nationaal gebeurtenis. Ja, open deur natuurlijk, maar het leeft nogal. Erwin, wat is jou opgevallen gisteren? We hebben gisteren de hele dag start-up sessies gevolgd. En... Kijk, ik zit nu weer het programma van vandaag door te kijken. We hebben pas geteld. Je kan op veel momenten kiezen uit 65 verschillende panels, forums, et cetera. Maar gisteren hebben we gekozen voor de Accelerator, de Startup Accelerator van South by Southwest. Is natuurlijk al lange voorrondes geweest. En dan komen er 5 of 6 komen er door per categorie. Een sportcategorie bijvoorbeeld. Of wat hadden we nog meer? Fintech categorie. Ontzettend leuk om te doen. Die mensen kunnen heel goed presenteren. In 2 minuten moeten ze hun verhaal vertellen. En die verhalen zijn eigenlijk allemaal goed. Dat kunnen Amerikanen wel, hè? Dat kunnen ze echt ontzettend goed. Ik neem aan dat hier wel op school zal moeten beginnen, hoor. Want het lijkt hier zo in die mensen, in die bedrijven te zitten. Dus dat doen ze super goed. Ja, en ook daar krijg je weer een leuke dwarsdoorsnee natuurlijk van de trends en ontwikkelingen. Dus ook daar natuurlijk heel vaak een toepassing met artificial intelligence. Maar ik vind het inspirerend om te zien. Je zit daar, je kijkt naar een start-up en denkt, wat kun je hier dan mee op een ander gebied? Of wat zou je hiermee kunnen in Nederland? En één hele leuke vond ik eigenlijk. We hebben natuurlijk op sportgebied de Fitbit gehad. En dan is er toch iemand die denkt van, kunnen we niet de Fitbit voor paarden gaan beginnen? Ik vind dat wel wat hebben. Ja, waarom niet? Zo kan ik nog wel een paar variaties. Ja. Ik geef naar Michiel Berger, onze specialist op het gebied van, eigenlijk de enige techneut in het gezelschap. Michiel, wat is jou gisteren opgevallen? Nou, ik heb gisteren weer heel wat dingen zitten kijken met... Hoe eigenlijk weer over AI, maar dan hoe het wordt gebruikt in de bestaande sites en systemen. En het is weer toch wel weer verrassend, vind ik. Geef eens een voorbeeld. Wat kwam je tegen dan? Nou, bijvoorbeeld eentje, een site die ik wel al een beetje kende, Yumly. Dat is een receptensite. En wat zij doen is, ze nemen de recepten die jij dus vindt online, die halen ze binnen, die peuteren ze helemaal uit elkaar, zodat ze exact weten wat daar dus ingaat. En met natuurlijke taal kan je dan gaan zoeken naar vegan soup with nuts. En dan krijg je veganistische soepjes waar ook nootjes in zitten. En dat is een hele vriendelijke manier om een hele hoop recepten doorzoekbaar te maken. Ja, jij volgt heel veel van die AI-sessies. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar ik zie eigenlijk...
weet je wel, allemaal toepassingen waarbij het erover gaat dat je eigenlijk met taal interface met informatiesystemen, hè, met computer en de techniek je helpt om die keuzes naar boven te krijgen. Zie jij hier nu ook wat, echt wat nieuws, wat je, waarvan je dacht van wow, dit had ik zo nog niet gezien? Nou, dat is wel bij Yumly bijvoorbeeld, wat ze doen, ja, als je bij hun volgens hun site je dingen plant, dan gaan zij op een gegeven moment zeggen, je hebt wel wat weinig vitamine C deze week, dus ze zou je niet eens een wat voor je salade gooien met, van een sinaasappeltje of iets dergelijks. En ze kijken naar allerlei smaken om die bij elkaar te gaan voegen die je zelf nog niet had kunnen verzinnen. Ja. Hey, wat ga je vandaag doen? Dat moet ik nog eventjes helemaal scherp krijgen. Het zal weer gaan over toepassingen van AI. En er is ook een sessie met David Lynch, de regisseur, waar ik ook graag heen ga. Dus het wordt weer een gevarieerd dagje. Weer een drukke dag. Ja, heerlijk. Ja. Michiel Buitelaar, wat ga jij doen vandaag? Ik ga ook naar Lynch. En ik ga toch weer iets bekijken over bots. Er is ongelooflijk veel over allerhande chatbots. Dus het gevaar dat zo'n nieuwe sessie nog iets, dat die niet zoveel toevoegt, dat is er. Maar goed, deze gaat specifiek in op chatbot platform van Facebook. Dus daar ga ik naartoe. Verder ben ik geïntrigeerd door verschillende sessies die ik heb gevonden over depressie en ADHD bij entrepreneurs. Daar ben ik niet depressief en geen entrepreneur, maar ik vind het toch wel een prikkelend thema. Het lijkt me ook een interessant gezelschap. Wat ja, daarom, ik dacht ook gewoon, ik heb gisteren al die publieke therapie meegemaakt van allemaal bedroefde liberals in de US. Dus ik dacht om nou een keer een paar uur door te brengen in een zaal met depressieve entrepreneurs, die ook al een beetje tegen ADHD aanleunen. Dat lijkt me wel een gepaste middagbesteding. Ja. Nou, ik ben echt benieuwd naar je verslag daarvan. Ik moet maar eens kijken hoe ik terugkom. Dan kan er nog lullig uitzien. En wat ga jij doen? Nou, ik twijfel tussen wat kan artificial intelligence betekenen voor het voedsel? Wat kan artificial intelligence betekenen voor de mode? En wat kan artificial intelligence betekenen voor de paardensport? Hey, het komt dus toch uit, hè? Kevin Kelly zei vorig jaar hier, ja. Let op, het onderwerp X, maakt niet uit wat het is, plus AI. Dat is de nieuwe trend. Ja, dat is absoluut waar. Dus hij heeft het helemaal goed voorspeld. Ja. Nou, veel plezier vandaag. Dank je.